Hier heb ik de broedruimte nog niet aangepast, dus dat wil ik wel even doen. Zo. Dit is de F1 van het volk wat ik net liet zien. En een P-moer is fantastisch, maar vaak is de F1 beter dan de P-moer. Omdat we daar het heterosis-effect natuurlijk wat meer zien. En een P-moer, die heeft natuurlijk maar één vaderlijn. En juist die vaderlijnen die helpen natuurlijk zo'n volk in de diversiteit om al die kunstjes die ze moeten doen goed te kunnen uitvoeren. De ene vader brengt de ene genetica in en de andere en daarmee vaardigheden in. En de andere vader brengt weer wat anders in. Oh, dit raam is niet helemaal leeg. Die had ik graag even naar buiten gebracht. Zoek ik mijn eerste broedraam. Ja, dat is dit raam. Die hang ik dan tegen de buitenkant aan. Moet ik even kijken hoe dit volk in elkaar zit. Ja, die hang ik tegen de buitenkant aan. Ja, dan hoef ik maar één handeling te doen steeds. Moet dit ook broed zijn? Ja. Moet dit ook broed zijn? Ik voel het al aan de warmte. Ja. Prachtig. Drie ramen broed nu. Vier ramen broed, helemaal vol, van kant tot kant broed. En daar loopt de koningin. Heel kort even laten zien. Hier loopt de koningin. En dit raam is eigenlijk al helemaal broed, behalve dit hoekje. Zie je wel vier volle ramen broed. Nee, dat is niet waar. Het eerste raam was niet vol. Het eerste raam was half vol. Dus 3,5 raam broed. Dan hoop ik dat ze hier nog niet op gelegd heeft. Nee. Ja. Volledig vol met eitjes. Dat is jammer. Want liever had ik hier een vol raam met voer gehad, wat ik hier in had gehangen. Zodat ze daarin ging broeden. En dan vrees ik met grote vrees dat ze hier ook al eitjes heeft gelegd. Nee. Gelukkig. Oké, dus deze heeft 5 ramen broed. Daar wil ik het eigenlijk ook bij houden. Dan komt hier mijn kantraam in. Zo, met de warme kant tegen het broed aan. De warme kant is gewoon de kant waar de bijen net al ruim op zaten. En dan komt hier mijn voerkamer in. 1, 2. Ja, deze zit nog mooi vol met voer. Ja. Maar wat is vol? Een kilo of 2. En de andere ramen denk ik ook 1 kilo of 2, dus dat is 4 kilo. Ja, dat is echt te weinig. Ik wil minimaal 6 kilo in het volk hebben, dus ik hoop dat dit laatste raam, wat haal ik het even niet uit, want het is een oud raam. Dat mogen ze van mij leegvreten. Ja, daar zit ook nog 1 kilo of 2 op. Dus geen acute paniek, maar veel voer hebben ze niet. Deze laat ik erin, want die is nog niet leeg. Ik maak eigenlijk 2 voerkamers hier. En zolang er geen... die hebben ze goed vastgezet, zeg. Zo. Niet dat ze op het idee komen om daartussen te gaan bouwen. Zo. Snel weer dicht. Hoppakee. Een voerhulpje. Dat zal ik zo even laten zien hoe ik die gebruik.
ook bij je in het zakje. Zo, mogen ze lekker opeten. Het laatste beetje. Gaat deze er weer op. Beetje van de kant. Zo. Kurk droog, die bak. En als er vocht zou ontstaan, dan zou dat hier door die opening, zou dat hier condenseren. Dus er is eigenlijk heel weinig vocht. En dit is een kast met een gesloten bodem. Daar zit niet eens meer een schuiflaai in. Die bodem heb ik zelfs helemaal geïsoleerd. En toch is er geen vocht met vier ramen broed. Dus dat is toch, anders dan wat je vaak hoort. Als je gesloten bodem hebt, dat je veel vocht hebt. In mijn beleving is dat precies verkeerd omgedacht. Een open bodem geeft juist veel tocht en veel kou, waardoor je veel condensatie hebt. Dit is een voerhulpje, dus daar zit een mesje aan. Met dat mesje kan ik een gat snijden in mijn voerpakje, die kan ik omslaan. En dan druk ik hem met die pinnetjes, druk ik dat voer in. Waardoor die pinnetjes die zak open houden, die komen hier helemaal tot de buitenkant. Die houden die zak open en dan kunnen de bijen die zak helemaal mooi leeg maken, zoals je net ook zag. Ik geef altijd een klein beetje water op het gat. En zo, zodat ze een goed beginnetje hebben. En deze is dan weer klaar. Ja. Dit volk had, het eerste raam was half en toen drie volle ramen en toen weer een half raam. Dus vier volle ramen broed. Ja, dat is onvoorstelbaar veel. Dat zijn nu al 32.000 cellen met broed. Dus dat betekent dat in 21 dagen, eind maart, is dit volk op productiesterkte. Dit volk kan vanaf eind maart honing gaan halen. Serieus honing gaan halen. Dus als we dan een warme periode hebben en we hebben wilg wat volop bloeit en allerlei andere vroege voorjaarsbloeiers die op dat moment bloeien, dan is dit een volk wat productie gaat halen. Dat volk hiernaast ook al wel. Maar dit volg ik zeker.